Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe Vlogmasdag video. Het is vandaag zondag 17 december. En ik heb me net klaargemaakt voor de dag. En als je heel veel zin hebt, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet. En abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier. Het is vandaag zondag. Gisteren hebben we eigenlijk een beetje een rustige dag gedaan. We willen ook het weekend gewoon een beetje rustig houden. Omdat we zo druk bezig geweest waren met het huis. En we echt allebei heel erg oververmoeid waren. En we moeten wel vandaag echt wat doen. Want mijn oude huis, daar staan nog spullen in. En dat moet gewoon... Een paar dingen moeten eruit gehaald worden. Dus zo rustig aan is het ook weer niet. Maar we hoeven niet meer echt spullen te verhuizen. Dus dat gaan we nu doen. Wat ik aan heb is deze trui. Deze broek. Met deze schoenen. En we gaan dus nu eventjes die spullen doen. Nou, ik ben in mijn oude huis. En donderdag komt er dus iemand dit allemaal ophalen. Nou, ophalen. Het wordt naar de vuilstort gebracht. Dus stel dat je dit nog wil hebben, gratis. Mag je het hier gratis komen afhalen voor donderdag. Donderdag 21, toch? Ja. Ik heb een make-up tafel. Deze. Die kan je komen ophalen. Hij moet wel even schoongemaakt worden. Er zit een spiegel in. Het is gewoon van IKEA. Dit nachtkastje. Gratis komen ophalen. En mijn bed, mijn matras. Mag je ook gratis komen ophalen met lattenbodem. Want ja. Ik heb geen tijd meer om te verkopen. Dus als je het wil gratis komen afhalen, prima. Die kasten worden overgenomen. Deze ga ik weggooien, want die is wel stuk. Die onderste laatste stuk. Ik heb ook nog 4 van deze spiegels. Mag ook gratis worden afgehaald. Toch? Ja. Ik ga er toch niks mee doen. Deze. En ik heb ook nog die posters. Donderdag 21 komt dus de... Ja, het grof vuil alles ophalen. En ik heb nog een aantal dingen die gratis mee mogen of verkocht mogen worden. Als eerst heb ik al deze spiegels van Xenos. Deze, die is nog nooit gebruikt. Grote, ook wat kleiner, moet je van die tape weghalen. Dus deze mag opgehaald worden. Oh, nou, ik ga even kijken wat erin zit. Van Logisch. Ik heb deze trui. Zo. Dat is wel iets voor mij. Moet wat meer kleur hebben, vind ik. Dus deze dacht ik leuk boven een spijkerbroek. Ja, ik had nog budget over. Toen heb ik een muts uitgekozen. Wil jij die muts? Nee. Ik draag geen mutsen. En ik heb nog een setje. Deze. Met deze broek. Maar de broek zal waarschijnlijk wel te lang zijn. Zo. En ik heb deze in de maat S. Dus ik hoop dat ik hem pas. Met het bijpassende blouseje. Deze. Cute, hè? Ik ga hem wel even passen. En jullie mogen eerlijk zijn. Ik vraag het wel even aan mijn volgers. Los van elkaar. Dus die yeah. Met een zwarte trui of zo. Of de broek met een... Dus ik zou dit niet naar werk aan kunnen. Nee, ik vind het echt naar de pyjama. Oké. Okay. Nou, ik ben dus op mijn oude kamer. Wie herkent deze kamer nog? Long time ago. En deze vuilniszakken, daar zit allemaal kleding in. Deze worden donderdag opgehaald. En dan wordt ze verkocht op Vinted. Dus dan, ja... Heb ik heel veel kleding die verkocht gaat worden. Volgens mij zijn het 150 items. En ik denk dat 70% met kaartje is. Oké, het is inmiddels avond. En ik heb niet super veel gefilmd. Omdat als ik een vrije dag heb, dan doe ik dus ook niet zoveel. Ik heb vandaag dus ook niet zo heel veel gedaan. Maar ik ga dus nu nog wel even mijn nagels doen. En ik dacht, misschien vinden jullie dat wel leuk om eventjes te zien. Hoe ik dat dus altijd doe. Ik heb nu niks op mijn nagels. Ik heb alles eraf gepulkt. Dat doe ik namelijk altijd voordat ik het ga doen. Dan ga ik het eraf pulken. Heel slecht. En wat ik doe blijft gewoon eigenlijk zitten totdat je het eraf haalt. Dus dat is wel heel chill. En ik gebruik dus pink gel lak. En ik gebruik ook bio. Echt heel veel. Ik gebruik de kleurtjes van pink gel lak. En de lamp. En het eerste laagje doe ik dus bio. En waarom ik bio doe is omdat het gewoon heel goed blijft zitten. Alleen mijn biap is wel bijna op. Dus ik moet het wel eventjes gaan vervangen. Zo, en dan doe ik 60 seconden. Zo. En deze is heel chill, want als je je hand erin doet, dan gaat hij gelijk aan. Nou, als eerste doe ik dus van de gel bottle. Heb ik deze flesjes. Doe ik gewoon één laagje biap. En dan ga ik er straks overheen met het volgende laagje.
Het enige nadeel is dat ze allemaal een beetje aan zijn einde toe zijn. Dus ze zijn allemaal een beetje leeg. Ondertussen ga ik heel eventjes mijn nagels veilen. Ik vel het dus altijd gewoon in een vierkante vorm, want dat vind ik het mooist. Dus dat ga ik nu eerst eventjes doen. Dus eerst even je nagels veilen. Oké, ik heb dus nu... Moet u wel scherp stellen. Nou, ik heb dus nu één laagje B-up aangebracht van de gel bottle. Nu zijn mijn nagels dus heel sterk. Dan doe ik een laagje rubber base eroverheen. Die is gewoon van Pink Gel Lac, deze. Zodat het ietsje dikker wordt, want nu is het wel heel dun. Ik doe dit echt al jaren, mijn nagels. Dus ze zijn wel wat dunner geworden. Maar door B-up zijn ze wel weer sterker geworden, als jullie snappen wat ik bedoel. Dus dan doe ik gewoon een laagje rubber base doe ik over mijn nagels heen. En ik heb ze ook even weer wat korter gedaan. En dan doe ik daarna doe ik dus een kleur eroverheen. En ik vond het lastig. Want ik hou dus echt totaal niet van rood. Maar ja, voor de feestdagen is het natuurlijk wel leuk als ik even een kleurtje doe. Dus ik dacht, ik doe gewoon rood erop. En ik heb heel veel rode kleuren. En toen zag ik deze rode glitter. Dus ik ga die gewoon proberen. Dus ik doe die gewoon straks eroverheen. Maar eerst ga ik heel even die rubber base aanbrengen. Dan blijft het nog beter zitten. En dan zijn mijn nagels helemaal glad. Nou, ik ben ondertussen even de Real Housewives of Amsterdam aan het kijken. Maar ik heb dus nu de kleur 230 erop. Hij is echt heel erg mooi. Ik had hem dus nog nooit gebruikt. Maar het is dus een beetje donkerrood met een glitter. Niet echt iets wat ik dus normaal zou doen. Maar wel heel erg mooi. Ik zal hem zo meteen even laten zien als de lamp klaar is. En ik zit dus nu aan mijn make-up tafel. Ja, je ziet hem niet helemaal. Ik ga hem zo even laten zien. Nou, de lamp is klaar. Mijn camera stelt de laatste tijd zo slecht scherp. Maar het is dus een beetje een rode glitter. Kijk, zo ziet hij eruit. Heel mooi. Nou, mijn nagels zitten erop en ik ga nu lekker slapen.